plaatje van het land Amazië. En hier een plaatje van een school. En wat vinden jullie allemaal anders in die school dan in deze? Ze missen lampen. Ze missen een digibord. Een computer. Tablets. Een elektrische puntslijper. Ja, jullie hebben gelijk, maar dat zijn allemaal technische dingen. Maar ze missen bijvoorbeeld ook schoolboeken. Sommige kinderen die hebben geen stroom in huis. En sommige andere kinderen die moeten werken en die kunnen geen eens naar school. Ja, kinderen, we gaan allemaal. Ik heb een idee. We gaan geld inzamelen voor de kinderen in Amazië. Ja! Goed idee, meester! Maar wat zullen we dan allemaal doen met het ingezamelde geld? Techniciteit, meester. Joey. Misschien computers waar ze op kunnen leren. Sarah. Misschien lampen als het donker is. Marit. Een digibord. Nou, goed idee, jongens. Voor techniek in de klas! Ja! Yeah! En hebben jullie nog geld ingezameld? Kijk maar, meester. En wij hebben van de hele... Wij hebben de hele buurt ouders gewassen. Ja. Wij ook. De kinderen hadden veel geld opgehaald met karweitjes. Alles ging in een grote spaarpot. Zo jongens, dat hebben jullie goed gedaan. Ja. Kijk, daar kunnen we op hangen. Ja, goed idee. Maar er werd ook nog een gameavond georganiseerd om nog meer geld in te zamelen. Een paar jongens zetten alles klaar voor de gameavond. Oh, wacht, ik weet het waar die jongen. Jongens, moet je zien. Hey, wat is hier aan de hand? Niks hoor. We zijn ons aan het voorbereiden voor de gameavond. Oh, oké. Okay. Ook de juffen en meesters schuiven zich in voor de gameavond. Hey, Luc, Levi, kom ook naar het voetbalveld. Nee. Hoezo niet? Maas, doe deze mouwen er doorheen. Oké, ik ga me aanmelden voor één vak onderste. Nou, we kunnen toch ook samen? Samen? Allebei een vakje. Wil. Samen? Nou ja, oké, okay, goed. Zo, allebei de helft. Ja. Het hele lokaal wordt omgebouwd voor de gamer. Voor ieder potje moet worden betaald. Kom maar op. Jongens. Een jongen bestuurt het autootje op afstand de andere kant op. Ja, yes, ik heb gewonnen! Ik is 10 euro, alsjeblieft. Dit is geen suiker, dit is zout. €40 voor over. En zo werd er veel geld opgehaald, want er is geen meester of juf die kon winnen van de kinderen. Hallo allemaal, jullie weten natuurlijk dat bij de geschiedenis dat. Kijk eens wie we daar hebben. Kom maar jongens met de chef. De juf uit Amazië krijgt de cheque overhandigd. Wat? Ja, het is juist.
Is de post al aangekomen? We hebben alle boeken op onze USB-sticker neergezet, zodat jullie niet meer boeken hoeven te kopen. Yes. Nou, daar zijn spelletjes op waardoor we met jullie via het digibord kunnen gamen. En zo wordt er nog heel veel gegamed.